Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Harmony Cage Lock met Sandring van Gaming SP. Oh jongen, ik mag weer met Mian opnemen en ik ben er helemaal ondersteboven van. Godverdomme. Wat kut. Ik snap je. Ik snap omdat je scherm ondersteboven is. Misschien, je weet het niet. Maar ik ben er sowieso ondersteboven van. Yo, hier is Water Onyx uit mijn Hardcore Generations. Wow. Ja, jij gaat niet dood bij Cynthia zeker. Omdat ik nog niet bij Cynthia ben. Oké, ik ga even. Dat is de tactiek, gewoon niet naar Cynthia gaan. Dan kan je ook niet dood bij Cynthia. Kaboom. Ik ben er weer. En ik ben er minder ondersteboven van. Oké, welke kant moet ik op? Want ik snap deze game niet. Oh. Je gaat goed kant? Ja, vast wel. Je moet in ieder geval naar beneden. Naar beneden in. Pokeball in. Balling, poke. Oh, die kan ik niet pakken. Zet. Setting. Ik heb geen rod. Waar kan bijna een rod zo'n trainering opgelopen. Oh ja, ik dacht even de shiny, want andere kleur, maar dat is niet hoe dat werkt. Nou ja, in theorie werkt dat wel zo, maar die is eigenlijk geen andere kleur. Die is alleen geen andere kleur. Ja, maar wel, dat dacht ik dus van wel, omdat ik ken hem niet zo. Ik ken hem niet zo, dat ik je nooit anders heb gekend zo. Zoiets, ja. Dus van de boom van de... Van je Rooney. Marco, toch? Nee. Marco Boom is dat. True story. True story, dat is zo'n Nederlandse... Spiegeltje aan de ken je die niet? Dat is een Nederlandse zanger... Aha. Ja. Spiegeltje aan de wand. Auw. Onder? Nog steeds? Of hier zo bloep? Oh, nee. Hier nee, kan nee, ik nee. niet bloep doen. Nee, je moet naar beneden. This, loving the disc. I'm do be loving the disc. Ik weet al welke game hierna gaan spelen. Compact disc? Compact nee. disc? Nou, ja, zei Love Disc. Oh. Dus toen dacht ik aan Compact Disc. Maar welke game gaan we hierna spelen? Nou, er is dus zo'n versie laatst uitgekomen met van Omega Ruby of Sapphire. Yeek! Dat vind ik toch eng. Dat snap ik toch allemaal niet. Waarom snap je dat niet? Nou, omdat ik Pokémon überhaupt niet snap. Oké, touché. Helemaal naar boven. Goed. Ja. Sandring is net. You going good? Nou ja. Het kan goedering. Dat klopt, maar dat geeft niet. Loving the disc. Okay. Ik schrok heus niet van mijn kat die ineens moest niet zijn. Nee. Dan push je meowing. Push je mouw, kom eens gauw. Ik heb lekker een sneezel voor jou. Zo zou Miss Patty in het zeggen. Ja. Zijn sneezel heette poes. Ja, en hij had ook 2 poes op bed. Hij had 2 Ja, van die cuties. Certified cuties zelfs. Zo'n oranje en zo'n zwarte. Ik vond die zwarte very cuting. Ik vond ze beide very cuting. Nou, ga lekker op mijn bed liggen en dan... Oh. Dat is niet op mijn bed liggen, dat is... Maat, okay, ik kan niet eens sneller ophalen. Hoezo heb ik UA? Dat is een maandje. Ben ik een Pokémon verloren voor de aflevering? Omdat hij zo laag level is. Nee, die heb je als laatste gevangen. Oh, cool. Wat moet ik nu doen? Ik snap niet hoe de hele game werkt. Nu moet je rechtsonder in de stad moet je over de Rhyhorn. Oh, dit ken ik nog wel. Dat vind ik niet. Daar moet je naar rechts, ja. Daar waar je nu bent. Nee. Nu niet meer. Ja, daar naar rechts. Ja, goed zo. Oh. Ha, dat wist ik. Oké. Okay. Oh, yo, normally the ride on. Oh, dan moet je waarschijnlijk nog iets anders doen. Ja, moet je niet weer naar toe. You can normally ride the ride into, but we're giving them a little break. Ja, waarom dan? Tel even. Have a break, have a KitKat. Oh, ik moet, KitKat halen bij de Pokestand. Ik denk, ik moet hier misschien op in. Hier moet je zijn, denk ik. En naar rechts. Nee. Ja, en naar rechts. Je kan rijden, dat weet je. Als ik bijna goed ga, dan ga ik weer terug en dan zeg je... Nee.
Ik ben er helemaal mooi, ondersteboven van. God. Fossils, die ken ik. Heb ik een fossil? Jij hebt vast een fossil. Ja. Nee, je kan straks een fossil halen. Oh, oké. Okay. En die is shiny. Nou, die is nog niet shiny. Die heb ik de vorige aflevering van shiny en soft reset. Ah, dat ken ik. Yo! Ze hebben geen rest meer. They did forget about move rest. Toch? Dat klopt, ja. Oh ja, ik vind dit... Oh, dit bestuurt zo kut volgens mij. Ja, dat klopt. Hij wil niet wat ik wil. Hij wil niet wat hij wil. Hij doet niet wat ik wil. Jij maakt het verschil, Pokémon. Jij maakt het verschil, Pokémon. Ik ga hier even wachten met de Pokémon vangen. Want als ik een betere rod heb, kan ik betere Pokémon vinden. Kun je hier Sweeting Sanny? Nee, ik kan hier niet Sweeting Sanny. Ik haat dit. Ik haat dit. Had ik al gezegd, ik haat dit. Ik haat dit. Wat haat je eigenlijk? Weet ik het. He's stopping off. He do be stopping off to getting the Pokeball in. Wingo. X defense. Dat is niet eens I defense. Terwijl het toch Pokemon is. Hey, dat is gek. Ja. Yeah. Ja, nu snap ik het niet meer. Oeh. Je kan het zijn weer. Waarom dachten ze, oh, we gaan de controls anders maken dan... Ik ga ook niet voor die Pokeballs. Dat kan me ook niet meer schelen. Ik ben nu al salty. Nu al? We zijn pas 7 minuten bezig. Ja, moeten ze me niet op een Rhydon laten rijden met kut controls? Rhydon these nuts? Oh, Mankey, die wil ik wel shiny. Want dan heb ik zo'n, hoe heet die? Een Annihilate. Dat is nieuw dat werk, maar oké. Okay. Jawel. Als ik Raging Fist 500 keer doe. Ja. Hoe krijg je Raging Fist? Level up, hoop ik. Oké. Alleen niet in deze game. Oh, het lijkt Seeking wel. Zit Seeking niet in deze game? Jawel. Kan ik hier wel Sweeting Sanding? Sweeting Sandring kan je. Nee, daar kan je ook niet Sweeting Sanding. Nou. Volgens mij gebeurt er dan niks. Een gebeurding niks, nee. Moet ik hier iets... Ja, je moet de groene stenen volgen. Ja, daar. Nee. Ja, kijk, zie je het groene kristalletje? Die moet je volgen. Oh, daar. Ja, joh. Sol the Rocking. Oh ja, ik ben ook Rock-type. Oeps, even vergeten. Niet, als ik mezelf hit, is hij gewoon dood omdat ik niet op zit te letten. Oh, gelukkig. Ik zat ook niet op te letten. Toen kon ik niet escaping. Heeft hij Magnapool of? Nee, oké. Okay. Ik heb wel Magnapool. Dus als iemand Trace heeft, dan moet ik oppassen. Hé, Jordi? Mm-hmm. Zo. Eventjes dat Jordi weet dat ik zijn commenting lezing. Dit is shiny. Oh nee. Help. Ik heb het gevoel dat ik heel erg... Ik ben zeker wat Pokémon verloren de vorige aflevering. Want ja, zie je. Want ik heb een beetje het gevoel dat ik mijn levels een beetje achterlopen. Firespin! Nee, nu kan ik ook niet switchen. Deze Psyduck is me fucking hard aan het racken. Help. Hoezo kan dit ding überhaupt fire... Ja, het is een soul... Ja, oké, fair enough. Maar nee! Het is een Spaanse zonnesteen. Een Spaanse? Spanish one. Die ken ik. Want die is van het zuiden. Kijk, Psywave mag die best doen, maar geen Fire-type.
Oh, hij mag ook geen... Oké, hij mag ook geen... Psywave is random damage, hè? I know, maar ik dacht dat dat meestal trash was. En nu was het ineens niet trash. Trash Bandicoot. Hij was niet... trash. Pakt hij je prullenbak? ik kan ja, ik weet gewoon hoe jouw humor werkt. Dat vindt hij mooi. Ja, dat vind ik best mooi. Hey, ja, ik vind het ook mooi. Ik had het eigenlijk ook over mezelf. En dan ga jij het meteen betrekken tot jezelf. Oké, jij zegt die, dat betekent hij. Ik weet niet hoor. Jij bent nog steeds voor jezelf ik. Ja, oké. Zeg het dan in ik-vorm. Ja, misschien. Oké, je hebt een punt. Dus wie's probleem is het nou? Je hebt een punt. Ik lijk wel een i, want ik heb een punt. I-punt? Nee, een i heeft ook een punt. Ik dacht aan de i van e-mail en de i van electronic en de i van EA Sports. It's in the game. Winning games. Die. Oh, die. Hey. Jawel. Doe nou niet fiery vortex. Doet die toch. Nou, dat zie ik, dat wil ik niet. Maar ik ga een boelenpuntje. Maar waarom de tearing in niet, of kan je niet wegrennen? Nee, ik zit dus in die vortex, dus dan kun je niet Maar kan je ook niet runnen? Nee, want dat had ik twee keer geprobeerd en toen ging ik dood. Oké. Bijna dood. Maar dat is een bijzaak. Ik ging dood. Mogelijk bijna. Niet maar mogelijk bijna? Bijna zaak. Flash. Zie wat hij deed. Ik wel trouwens. Ik zag het wel. Als jij het niet zag, dan moet je mij eventjes benaderen. Dan ben je kippenging. Oh, kippenking. Ik hoop echt... Heb je vandaag kippen op voor het avondeten? Er zat wel kip bij, ja. Ja, zie, ik wist het. Jij bent een slimpie. Ik wist het. We gingen over dat berg en door het moeras. Ik wist het. Dat is hoe dat liedje gaat. Certified. Oh, wat... Zeg ik nou allemaal ja op? You're in the way. You don't want to... No, not to pick fights. Yes. Yes. Huh? Ja, dan kan je niet verder als je geen fights wil pikken. Waar gaat deze guy... Het is een fiery guy. Hij heeft een pet red. Nee, het is geen team flare. Oh, het is plasma. Mm-hmm. Dat klopt ook. Dus dan moet ik niet met UA, want die willen ze altijd afpakken. Afpakking? Oké. Oh. Je hebt een shiny... Oh nee, dat is gewoon een raar kleurtje. Dat is een delta, of hoe noem je dat? Een plasma vorm. Colossian Darumaka is dat. That can be gebeuring. Stealing. Sacring. Typing. Bullet punch. Meow, punch, meow, punch, punch. De bullet. Meow, 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 meow. Oh. Meow, nou, dat gaan we dus niet doen. Hebben we een fighting type? Wacht, ik had een shiny Eevee. Daar zou ik best wel content mee zijn. Oh. Content? We love the content. Shippy Inks. Ik weet niet wat ik wil doen tegen deze Pattern Ratting. Is Bullet SMS Punch gewoon slecht of? Want? Nou, hij deed weinig damage. Ja, 40 pp of 40 power is slechter dan Tackle. Maar wel Stab. Dus Tackle doet waarschijnlijk nog minder. Verdorying. Oh. Ja, freaking. Now I don't not snapping anymore what I wanna doing. Detecting? Twee Eevees in one patch of grass. Op jouw scherm, niet op mijn scherm. Op mijn scherm is er één pet rat op een... cave. Padding the rat. Padding the rat? Paddying the rat.
daddying the rat. Ja, dat moet je niet doen. Of je moet gemeen willen zijn. Dan hoor je mij niet klagen, maar... Potion? Ja, hij doet die potion HP. De plasma team is wel geremixed. Het is anders, maar I like it. I like it. I like these nuts. Dat mag, Milan. We accepteren je nog steeds cash net zoveel als voordat je dat... ja, zei. Scraggy? Dat is zo'n... Dark fighting. Dark fighting. Ja, wat moet je daar nou niet tegen doen? Flying? Nou, nou, zo, dat was moeilijk. Ik snap hoe Pokémon werkt. Meloenheer! Kaboom! Ja, dat ben ik. Snap jij hoe Pokémon werkt? Dat is mijn Pokémon, bedoel ik. Wat? Snap jij hoe Pokémon werkt? Ja, als je dus... Lick doet op een normal type? Nou! Als je dus... HP is 0, dan ga je dus dood. Dat klopt. En als je dus... Lick doet, dan kun je paralyzen. Maar je moet wel oppassen, want dat is dus zo'n ghost type attack. Dat klopt, ja. Dat wist jij? Ja, al sinds Gen 1? Gen 1 was het geen ghost type, denk ik. Dat denk ik wel. Toen waren Bite en Lick toch beide normal? Nee, Lick denk ik niet. Oh. Bite misschien, maar Lick denk ik niet. Want Bite is dark geworden omdat dark type pas sinds Gen 2 bestond. Maar Ghost bestond al in Gen 1. Ja, crazy. Crazy guy, hè? Ik vind Lick het niet per se iets van een ghost type. Een normale... Guy kan het ook best doen. Ja, maar het is dat je die shivering krijgt als je het wel doet. Ja, maar daarom ben je paralyzed. Maar dan mag je niet go. Ik vind het is wel heftig dat die bullet punch zo weinig damage doet, eerlijk is eerlijk. Ja, nee. En dat tegen is een poison type. Oh, het is niet... Huh? Is het niet super effective? Doe nog eens. Survivor is poison type, toch? Ja, maar kijk, er staat niet super effective. Goed bezig, man. You get a medaille. Dat stond er niet. Heeft hij die een of andere ability gedaan of zo? Ja, weet ik. Jij denkt dat ik oplet op mijn eigen game? Oh ja, dat had ik ook niet moeten doen. Daar zou ik helemaal ondersteboven van zijn. het grappigste is nog, ik ben helemaal niet zo heel erg ondersteboven meer van, want ik sta weer gewoon echt op. Wist je dat toen ik die grap maakte dat ik echt ondersteboven stond? Ja. Dat wist ik. Oh. Zij noemen mij ook wel zo'n slimpy. Wist je dat? Ik toen net niet de waarheid sprak. Ik stond niet echt ondersteboven. Oh. Wist je dat jij dus dan niet zo'n slimpy bent, want je had helemaal fout. Wist je dat jij een beter team hebt dan ik, omdat mijn Pokémon allemaal underleveld zijn? Wist je dat Azula al geëvolueerd had kunnen zijn? Kut. Wacht even. Firestone. Gen 6? Ja. Ik wil het zien, maar niet klaar. Pokémon Harmony staat niet tussen... Route 9, dat is hier. Waar is die? Je kon hem ook gewoon in Lumio City kopen, bij de Stone Emporium. Oh. Hij is ook hier ergens te vinden. The Vending. In the walkable area southeast of the middle route of the... at the end of the narrow path... Ja, dat snap ik toch allemaal niet. Nou, ik weet in ieder geval wie er geen slimpy is. In the walkable area, southeast. South is onder. Je bent nu in de walkable area, volgens mij. Of niet? Of bedoelen ze dat niet? Oh, route 9, niet de glittering path. Laat maar. Ik zat was dat misschien die ene Pokémon die jij niet wou pakken net omdat het oplopen was?
ga hem zo pakken. Maar je moet toch weer terug? Of moet, ja. Als je dit... ja, je moet er terug. Oké. Okay. Incinerate die Among Us Pokémon. Ik wou iets anders zeggen, maar toen dacht ik, dat is niet lief. And we do not like, niet lief. Of zoals ze in het Engels zeggen, we do not liking, when niet leaving. True story. Skilly! I love Skilly. Wie heeft er ooit die naam bedacht, hè? Die is zo slim. Nou, ik ben zo slimpie, dus misschien was ik het wel. Nou, kan. Mijn naam is Bart. Ik wil je neighbor zijn. Nou, oké, okay, dan ben je mijn neighbor. Wat ben je onaardig tegen je matties in de game? Nee joh, ik zeg gewoon, oké, dan ben je dat. Dat vind ik heel lief, vind ik cute. Certified cute. Certified cute. Heb je daar over? Goed gekeurd door dagelijks AD, denk ik. Ja. Ah, mijn kolen. Mijn kolen! Je zei het verkeerd. Ah, mijn kolen! Is bijna op. Faint attack, super effective. Yo, de tegenstander weet de Pokémon werkt. Mega effectief in. Krijg de effectiefes. Effectiefes, oké. Okay. Okay, waar kun je die halen? Bij de Stone Emporium. Hé, een shiny. Welke Pokémon is het? Aerodactyl. Nee, ik denk niet. Ik denk helemaal links. Nee, hè? Oh, het is wel Aerodactyl. Het is echt Aerodactyl. Ik heb nu al... Zijn er weer trots op je dat je het wist? Ik ben zo. Ik ben ook om trots op in te zijn. De potion... Ja. Ik had de healing site moeten kopen. Oh, hij heeft sturdy natuurlijk. Wat een onzin. Ik moet ook nog eens uit gaan kijken. Quaking attacking? Sorry, wat zei je? Ik zeg, ik moet ook nog eens uit gaan kijken. Beetje jammer weer. Oh, phew. Oh, dit is niet jouw Pokémon. Nee, gelukkig niet. Maar mijn Pokémon was ook... ik ben echt welke bang voor dit. Welke type zou die Darumaka zijn? Ja, dit is zo nadelig, want je tegenstander is gewoon... Bam, allemaal one-hit KO's, waardoor je eigenlijk niks aan je tegenstander hebt, waardoor het een one. Je bedoelt je medespeler rank. Ja. Wat zei ik? Tegenstander. Nee, je medespeler. Maar dat is wel balen, want... Nee, niet op... Nee. Oh nee, Azula is gone. Since Azula is gone! Ik ben hier ook 3 Pokémon volgens mij verloren in die battle. Ja, maar dat komt dat je medespeler helpt helemaal niks, joh. Nee, die, dat is wel zo'n loser boy. Nee, maar hij heeft allemaal Pokémon die one-hit KO zijn door. Mm-hmm. Ja. Ik heb ook Bubble Bite. Jezus. Bubble is wel een dubbel hit move, toch? Ja. Ja, ik ben. Oh, ja, Bubble is hier beter dan Water Gun, hè, in deze game volgens mij. Ja, maar kijk dan. Ik ben dood. Oké, dat deed echt helemaal geen damage. Ik had het graag ook anders gezien, Sandring. Ik ben niet de enige. Huur gaat dood door een ice attack. Maar hij heeft nog geen één keer een ice attack gedaan. Oh, en hij is 3 levels la... Oh. Sorry. Ja. Wacht, volgens mij heb jij net wel een liefstone gevonden. Dus als... Oh. Als wat? Laat maar. Ja, fucking Moxie ook. Oh, ik haat mijn leven.
Gaan we... Ja, ik ben dood. Ik denk dat ik gewoon helemaal ga wipen. Oh nee. Niet wipen, Psandering. Ja, maar die Scraggy die heeft Moxie, hè. Dat gaat... Maar je rollout stekt wel, hè? Ach, ja. Galamise. Nee! Ook Schilly nog dood. Oh ja, hij had Moxie. Dit wist ik. Ah, dit had ik aan kunnen zien komen. Ja, ik weet dat hij Brick Break heeft. Quick attack? Oh, ik heb geen quick attack. Tuurlijk niet. Dat zou te makkelijk zijn. Symphony is al super effective. Dit ook. Yep. Jee, ik heb gewonnen. Ik heb nog 2 Pokémon over. 2 hele Pokémon. Ja, je hebt nog wel Pokémon in de back, toch? Ik hoop het. Dat is, ik ben ook zoveel Pokémon kwijtgeraakt bij die battle, hoor. Ja. Hier ben ik ook wel een beetje ondersteboven van. Wat moet ik nu doen? Please zeg maar dat ik niet nog mijn battles hoef. Kan ik gewoon terug? Je kan terug, maar je moet wel verder. Ja, met 2 Pokémon die allemaal doodgaan, gaat dat ook niet lukken. Dus... Oh, nee. Jij? Volgens mij heb ik echt helemaal niet zo heel veel Pokémon in de bag. De crystal, ja. Ik ben er zo klaar mee. Ja, dat hoor ik alweer. Ik wil zo wel de aflevering ook beëindigen als het kan. Ja, als jij het wil. Ja, we zitten inmiddels op een half uur. Ja, hey. Go your gang, it is your video. Dus wil je stopping? Oh, god. Even kijken, ja. Even kijken, misschien zit er wel een shiny Pokémon van Sandring? Nee, helaas. Ik wil bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Doe volgende Sander aflevering ga ik dood. Dus mis dat niet. Dat is niet waar. Maar wie weet. Dat is niet waar. Maar wie weet. We gaan het zien. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Ik weet het. Hij weet het wel. Adios, amigos. You.